camping, dan kunnen metaal, de tank of jeuleboelballen levensgevaarlijk zijn. Een Nederlandse man raakte deze week zwaar gewond door zo'n ontplofte petanquebal toen hij met vrienden een paar dagen weg was voor een vrijgezellenfeest in België. Voor de gezelligheid hadden ze de vuurkorf doen branden en op de brand gezet in de buurt van de metalen petanqueballen. Ook de buurman hoorde een bijzonder luide knal. J'ai cru que c'était une bonbonne de gaz qui avait explosé. De vrienden hadden er niet bij stilgestaan dat het gevaarlijk kon worden. Maar na enkele uren ontplofte een van de petanqueballen als een granaat. Scherven kwamen in het hoofd van een van de mannen terecht. Et il y a une personne qui a été gravement blessée, donc tout le visage ici c'était complètement brûlé. De 37-jarige man vecht nu voor zijn leven na de explosie. De Nederlandse importeur van metalen jeuleboelballen waarschuwt nu. Hij heeft het vaker zien gebeuren. Dit is een echte boel. Dit is een echte. Dit is een recreatiebal. En dat zijn dus de ballen die gebruikt worden op de camping. En dat er een ontploft is niet voor het eerst. Maar dat zo'n bal überhaupt ontploft. Hoe kan zoiets? Als je staal verhit en er zit een niet bekende substantie in de bol en die ga je verhitten, dan kan een beetje water in zitten. Maar dan gaat die maar verhitten en bij een pressure cooker springt de dop eraf. Maar bij een bol die aan elkaar gelast is, die knalt gewoon uit elkaar. Met behulp van de plaatselijke smid zoeken we uit wat er in die bol zit. Goedemorgen smid, een zo'n boelbal. We zijn benieuwd wat erin zit. Dan gaan we dat even checken. Even zagen. Ja, gaan we doen. Maar eerst even boren om de druk uit de bal te halen. Voor je het weet ontploft onze bal ook door de hitte van de elektrische zaag. Wat is het voor spul? Ik denk staal. En dan wordt het dus jeu de bombe in plaats van jeu de boel. Met soms verschrikkelijke gevolgen. Eén daarvan ontaarde zelfs in 4 dodelijke slachtoffers. Die mensen stonden er blijkbaar zo dicht op dat ze die scherven in hun gezicht kregen. Soms belandt de bal per ongeluk in de vuurkorf en vergeet men die eruit te halen. Maar soms doen mensen ook gekke dingen. En dan is het gewoon wachten totdat alles gewoon rood gloeit is. Het is natuurlijk dat we na deze video's eigenlijk een barbecue, dus dat is wel chill. Maar het werd niet zo chill. Oh shit mensen, dat klapt er om een bal in zijn gezicht jongens. Ik zou allemaal niet meer, ik zie het in zon, ik weet niet wat het is nu. Nou, 5 jaar geleden had ik dus het idee bedacht om een chedewoelbal op de barbecue te leggen. Om te kijken wat zou er gebeuren. Ja, het is natuurlijk niet heel slim. En dat experiment is volledig mislukt eigenlijk. Hij belandde in het ziekenhuis waar talloze splinters uit zijn ogen en lichaam werden gehaald. En het geluk is dus geweest dat deze tegen de dak eigenlijk aanschoot van de buurman en niet tegen mijn gezicht. Dus ik heb de splinters wel opgevangen, maar niet de bal zelf. En dat is mijn geluk geweest. Het einde van ons experiment komt ook in zicht. Het gaat in elk geval zonder explosie. Maar wat zit er nou in die bal? Wat zou het kunnen zijn, denk u? Beton? Of wat is het? Ik vind het er meer uitzien als een gipsachtige substantie. Sowieso iets wat lucht op en in opgezogen zit. In vuur. Ja. Kan altijd een probleem geven. Het heeft geen ventiel daarin. Kan geen kant op en dan op een gegeven moment zoekt het een uitweg. Hou je de boelballen dus uit de buurt van de barbecue.